Goedemiddag, ik ben Greet Thijskens, ik werk voor Veld. Veld is zo'n 40 jaar geleden opgericht met als core business het verminderen van pesticiden. Op dat moment ging dat over boeren en moestuiniers. Ondertussen zijn we 40 jaar verder en is er met de biolandbouw sterk geprofessionaliseerd en hebben hun eigen organisatie. Veld werkt met particulieren rond tuin en voeding. En als het gaat over tuin, dan gaat dat uiteraard over het pesticidevrij beheer. Dat allemaal niet zo moeilijk is. Dat is eigenlijk de grote boodschap. Dus heel vaak leeft het vooroordeel dat een ecologische tuin per definitie wild is. Dat kan, als je dat graag ziet, dat hoeft niet. Een ecologische tuin, ecologisch groenbeheer is geen stijl. Het is een manier van aanpakken om het jezelf makkelijker te maken, om de natuur meer te bieden. Maar het is geen stijl. Je kunt daarin een wilde tuin aanleggen, je kunt daarin ook een hele strakke tuin aanleggen. Onder andere ook om dat aan te tonen. Ja, het voorbije weekend was ons hoogtepunt in campagneverhaal, zeg maar. Het waren open tuinendagen, een soort gelijk verhaal. Dus gisteren konden er in Vlaanderen en Nederland 170 of zo tuinen bezocht worden, waaronder wilde moestuinen, strakke moestuinen, wilde siertuinen, strakke siertuinen. En elke tuinier heeft daarin zijn eigen verhaal.